Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil jullie alle groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. En de afgelopen keren dat ik hier heb gesproken, toen hebben we het over de brandoffers gesproken. De vijf hoofdoffers uit Leviticus. En deze morgen wil ik eigenlijk met jullie spreken ook over een offer, een ritueel waar offers in voorkomen. En dat is in Leviticus hoofdstuk 8. Daar gaat het over de wijding, de inwijding van Aaron en zijn zonen. Dus de vijf brandoffers kun je vinden in hoofdstuk 1 tot en met 7. En daar zijn we voor een groot deel doorheen gegaan. En nu wil ik met jullie gaan lezen in Leviticus hoofdstuk 8. Vers 1. De Heere sprak tot Mozes. Neem aan Aaron en met hem zijn zonen de kleding en de zalfolie. De jonge stier van het zondoffer. De twee rammen en de mand van de ongezuurde broden. En roep heel de gemeenschap bijeen bij de ingang van de tent van ontmoeting. Toen deed Mozes wat de Heere hem geboden had. En de gemeenschap werd bijeengeroepen bij de ingang van de tent van ontmoeting. En Mozes zei tegen de gemeenschap: dit is het woord dat de Heere geboden heeft te doen. Daarna liet Mozes Aaron en zijn zonen naar voren komen en waste hem met het water. Ook deed hij hem het onderkleed aan, bond hem de gordel om en trok hem het bovenkleed aan. Verder deed hij hem de efod aan, maakte die vast met de kunstige band van de efod en bond hem die om. Vervolgens bevestigde hij de borsttas erop en deed de urim en de tumim in de borsttas. Daarna zette hij de tulband op zijn hoofd en bevestigde aan de voorkant van de tulband de gouden plaat, de heilige diadeem, zoals de Heere Mozes geboden had. Toen nam Mozes de zalfolie en zalfde de tabernakel met alles wat daarin was, en heiligde ze. Hij sprinkelde daar van 7 keer op het altaar en zalfde het altaar met alle bijbehorende voorwerpen, het wasvat en het bijbehorende voetstuk, om dat alles te heiligen. Vervolgens goot hij van de zalfolie op het hoofd van Aaron en hij zalfde hem om hem te heiligen. Daarna liet Mozes de zonen van Aaron naderbij komen. Hij deed hun onderkleren aan, bond hun een gordel om en wikkelde hun hoofddoeken om, zoals de Heere Mozes geboden had. En dan slaan we even een stukje over, want dan gaat het over het ritueel van het zondoffer en het brandoffer. Daar willen we het vandaag niet over hebben, want daar heb ik in de afgelopen keren al over gesproken. Hoewel het wel bij het ritueel hoorde. Maar daar wil ik even overslaan, dan wil ik verder gaan met vers 22 uit Leviticus 8. Daar staat: vervolgens liet hij de andere ram naderbij komen, de ram van het wijdingsoffer. Daar wil ik over spreken deze morgen met jullie. En Aaron met zijn zonen legde hun de handen op de kop van de ram. Men slachtte hem en Mozes nam een deel van zijn bloed en streek het op de rechteroordeel van Aaron, op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet. Hij liet ook de zonen van Aaron naderbij komen. En Mozes streek een deel van het bloed op hun rechteroordeel, op de duim van hun rechterhand en op de grote teen van hun rechtervoet. Daarna sprenkelde Mozes dat bloed rondom op het altaar. Hij nam het vet, de staart en al het vet dat aan de ingewanden vastzit, de kwap aan de lever, de beide nieren met hun vet en bovendien de rechterachterbouw. Ook nam hij uit de mand van de ongezuurde broden, die voor het aangezicht van de Heer was, 1 ongezuurde koek. 1 met olie aangemaakte koek en 1 platte koek. En hij legde ze op de vet, op de vetdelen en op de rechterachterbout. Hij legde dat alles in de handen van Aaron en in de handen van zijn zonen. En bewoog die als beweegoffer voor het aangezicht van de Heere. Daarna nam Mozes uit hun handen en liet zijn rook opgaan op het altaar, bovenop het brandoffer. Het waren wijdingsoffers als een aangename geur. Het was een vuuroffer voor de Heere. Verder nam Mozes het borststuk en bewoog het als beweegoffer voor het aangezicht van de Heere. Van de ram voor de wijdingsoffer was dit voor Mozes bestemd, zoals de Heere Mozes geboden had.
Vervolgens nam Mozes van de zalfolie en van het bloed dat op het altaar was en sprenkelde het op Aaron, op zijn kleding, ook op zijn zonen en op de kleding van zijn zonen. Zo heiligde hij Aaron zijn kleding en met hem zijn zonen en de kleding van zijn zonen. Mozes zei tegen Aaron en tegen zijn zonen, kook het vlees bij de ingang van de tent van ontmoeting en eet het daar met het brood in de mand van het wijdingsoffer, zoals ik geboden heb toen ik zei aan Aaron en zijn zonen moeten dat eten. Maar wat er overblijft van het vlees en het brood, moeten jullie met vuur verbranden. Ook mogen jullie 7 dagen lang niet van de ingang van de tent van ontmoeting weggaan, tot de dag dat de dagen van jullie wijdingsoffer voorbij zijn. Want 7 dagen zullen jullie wijding duren. Zoals men op deze dag gedaan heeft, zo heeft de Heere geboden te doen om verzoening voor jullie te bewerken. Jullie moeten dan bij de ingang van de tent van ontmoeting blijven, dag en nacht, 7 dagen lang. Jullie moeten de voorschriften van de Heere in acht nemen, opdat jullie niet sterven. Want zo is het mij geboden. Aaron en zijn zonen deden al de dingen die de Heere door de dienst van Mozes geboden had. Tot zover. Heel lap tekst, staat heel veel in. Maar ik wil toch met jullie er eigenlijk ook deze morgen langzaam doorheen gaan. Ook wat wij daarvan kunnen leren. In Exodus 29, daar lees je eigenlijk over het helezelfde gedeelte als hier in Leviticus 8. Maar in Exodus 29, daar kun je eigenlijk zien als de instructies die God geeft aan Mozes, hoe de priesters ingewijd moesten worden. En hier in Leviticus 8, daar lezen we eigenlijk de uitvoering daarvan. Wat dus in Exodus 29 staat beschreven. En Exodus 29 vers 1a, dat hoef je allemaal niet op te zoeken, maar dat staat: dit nu is wat u met hen moet doen, met de priesters. Om hen te heiligen, dus apart te zetten, de priesters. En om mij als priester te dienen. En dat is heel belangrijk vers. Dat het gaat dus om, de priesters werden ingewijd om God in eerste plaats te dienen. En dat is ook denk ik voor ons belangrijk om te beseffen waarvoor wij leven. Bij alles wat wij doen, gaat het erom dat wij in eerste instantie God dienen, ook deze morgen. Het is heerlijk om samen te komen, om te zingen. Maar de intentie van ons hart moet zijn dat God aan zijn eer komt. Het gaat om zijn glorie, om zijn heerlijkheid in een ieder van ons leven. Goed, de priesters in het oude verbond die dienden in de tabernakel. We hebben er wat over geleerd, over de offers. Maar wat deden nou eigenlijk die priesters daar allemaal? Ten eerste, ik heb een paar dingen opgeschreven. Die priesters in het oude verbond, die konden daar God ontmoeten. Hoewel nog op afstand, want God woonde in het Heilige der Heiligen. 1 keer per jaar mocht de hoge priester wel het Heilige der Heiligen binnengaan. Dus zij konden daar God ontmoeten. Zij brachten namens de Israëlieten, de gewone Israëlieten, brachten zij offers aan de Heere God. En zij hielpen de Israëlieten om ook weer in het reine te komen met de Heere God als ze gezondigd hadden. Dat daar een zondoffer of een schuldoffer werd gebracht. Zij spraken God zegen uit over het volk. Dat was ook een opdracht van de priesters. Ze gingen mee op oorlogspad. Bijvoorbeeld toen ze Jericho moesten innemen, gingen de priesters ook voorop met de ark. Zij moesten het vuur in de tabernakel brandend houden. Ze allemaal kun je het doorvertalen ook naar het nieuwe verbond. Dat ook wij als priesters van het nieuwe verbond geroepen zijn om het vuur van Gods geest brandend te houden in ons hart. Hij steekt het aan. Als we opnieuw geboren zijn, mogen we er allemaal amen op zeggen. Hij steekt het aan. Het is zijn werk. Wat hij heeft gedaan, maar wij moeten het vuur brandend houden. Daar zijn wij voor verantwoordelijk. Ze moesten de lampen van de kandelaar brandend houden in de tabernakel. Ze moesten het brood van de tafel der toonbroden, moesten ze eten en ze moesten het elke week verversen. Elke week moest daar weer vers brood liggen. En ze gaven onderwijs vanuit de wet. Dit waren de priesters, de taken in het oude verbond. Nou, oorspronkelijk, want de priesters die waren levieten, ze waren gekozen uit de stam van Levi, Aaron en zijn zonen. Maar oorspronkelijk was het Gods bedoeling dat heel zijn volk priesters zouden zijn om hem te eren. En dat kunt u lezen in Exodus 19, ik zal het u voorlezen, vers 5, 6, 7 en 8. Maar laat ik vers 6 alleen voorlezen. In Exodus 19, vers 6, daar staat: u dan, u zult voor mij een koninkrijk
van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Dus al de Israëlieten was het Gods bedoeling dat ze allemaal een koninkrijk van priesters zouden zijn. Toch heeft God gekozen voor de Levieten. En dat kunnen we niet letterlijk hard maken, maar het meest logische is wel dat we lezen toen Mozes van de berg kwam, dat daar de Israëlieten zondigden en het gouden kalf hadden gemaakt. En dat de stam van Levi koos voor de Heere God. Want Mozes die zegt in Exodus 22 of 32 vers 26. Daar zegt hij: wie bij de Heere hoort, moet bij mij komen staan. Dus hij riep het hele volk toe: wie bij de Heere wil horen, die moest bij Mozes komen staan. En wat staat er dan? Toen verzamelden al de Levieten zich bij hem. De Levieten bezonderden zich niet aan het gouden kalf. En daarom is ook waarschijnlijk het meest logische dat God ook de Levieten heeft uitgekozen, uitverkoren, om te midden van het volk priester te mogen zijn. Nou, de Bijbel zegt, dat is voor ons denk ik allemaal bekend, in 1 Petrus 2 vers 5, nu nog veel rijker dan onder het oude verbond, dat nu wel man als vrouw in Christus gelijk, dat wij allen een priester, koninklijk priesterschap hebben ontvangen. En ik zal het u voorlezen, 1 Petrus 2 vers 5. Vers 4 zegt: Petrus, kom naar Jezus. En vers 5 staat er dan: dan wordt u ook zelf als een levende steen gebouwd. Tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterschap. Dus het is ook vandaag de dag nog steeds zo dat wij zijn priesters van het nieuwe verbond. En vroeger waren het alleen mannen, maar nu zijn het ook gelukkig de vrouwen. Er is geen onderscheid in Christus. Hoewel we een andere rol hebben, maar in Christus zijn we gelijk. Zowel man als vrouw. Tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap. Waarom? Om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. In het oude verbond hebben we hierover nagedacht dat daar de priesters die offers brachten, wat allemaal heen wees naar de Heer Jezus Christus. En hier zegt Petrus nu dat wij in Christus, die voor ons alles heeft volbracht aan het kruis van Golgotha, en dat wij nu priesters zijn van het nieuwe verbond om ook offers te brengen. En wij hoeven niet naar Israël, we hoeven niet naar de tabernakel, maar wij mogen gewoon thuis op ons werk, in ons gezin of waar we ook mogen leven, kunnen wij en mogen wij geestelijke offers brengen voor hem. En dat heeft alles te maken met onze motivatie van ons hart. Waar doe ik de dingen voor? Als ik iemand bemoedig met het oog op in de afhankelijkheid van Jezus die in ons woont in de wedergeborene, en ik mag iemand bemoedigen of ik mag iemand helpen, dan is dat ook een offer voor de Heer. Dan doe ik dat als voor de Heer Jezus Christus. Hij is ons volmaakte offerlam. En daarom, als we het in die naam ook doen, ziet God ons in Christus als welgevallig aan. Daarom zegt Petrus dat. Geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn. Daar gaat het om. Wat is er nou heerlijker als wij ook hier op aarde met ons hoofd omhoog geestelijke offers mogen brengen voor de Heere God, waar God blij van wordt. En ook het brandoffer, als we daarover toen over nagedacht hebben, dat we niet alleen vergeven zijn, maar dat we nu door het brandoffer hebben gezien, of als je dat nog niet gehoord hebt, kun je terugluisteren, maar dat we nu ook wel gevallig zijn door het offer van Jezus. Dat maakt het leven zo'n groot verschil. Als we Christus mogen kennen als onze redder, en dat we door Jezus tot onze Vader mogen gaan die ons lief heeft. En Paulus zelfs zegt dat we geen geest hebben ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar die roept Abba Vader. Intimiteit, dat wij hem mogen kennen als onze hemelse Vader die ons lief heeft. Een liefhebbende Vader. En hij geeft ons opdrachten om die uit te voeren. Nou, en zo wil ik eigenlijk met jullie de stukjes doorheen gaan uit Leviticus 8, dat wij daaruit kunnen leren van hoe word ik nou zo'n priester. Daar kunnen we les uit leren uit Leviticus 8. En een aantal betekenissen wat er in Leviticus 8 staat, die wij mogen toepassen ook naar het nieuwe verbond toe. Nou, als eerst wat ik al gezegd heb, dat kunnen we dan lezen in Exodus 29 vers 1. Ze werden apart gezet om God te dienen. Daar gaat het om. Gaat het ook deze morgen om. Dat wij priesters zijn om God te mogen dienen. En wat staat er dan in vers 3? Hebben we gelezen van Leviticus 8. Mozes die moest roepen, heel de gemeenschap bijeenroepen. Bij de ingang van de tent van ontmoeting,
En er staat er, toen deed Mozes, vers 4, wat de Heer hem geboden had. En de gemeenschap werd bijeengeroepen bij de ingang van de tent van ontmoeting. Vers 5 er nog bij. En Mozes zei er tegen de gemeenschap, dit is het woord dat de Heer geboden heeft te doen. Als we tot geloof komen, dan begint het bij het horen van het woord van God. Romeinen 10, vers 17 zegt, het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God. Dus als we onder de leiding van Gods geest zijn, als we onder de leiding van Gods geest zijn en het woord van God door mogen geven, het is het woord van God alleen wat andere mensen redt. Niet uw en mijn woorden. Hij wil ons gebruiken, maar het woord van God, dat is wat ook mijn eigen leven heeft veranderd. Ik kan alleen zeggen, het is niet mensen, die werden wel gebruikt, maar het woord van God heeft mijn leven compleet veranderd. En verandert ons nog naar het beeld van Jezus. Hangt alleen wel van af hoeveel ik van het woord tot mij neem. Want dat is onderhouden. Als we het woord niet meer tot ons nemen, gaan we ook geestelijk als het ware dood. Gaat het kaarsje uit. Het is belangrijk dat we het woord tot ons nemen en vragen, Heere, u verlangt dat ik met u gemeenschap heb. Laat mij zien dat ik er mag voeding uit mag vatten voor mijn ziel. Als eerste voor mijzelf. Om het ook weer uit te delen aan anderen. Hoe wil ik uitdelen als ik niks ontvang? Maar heel mooi dat hier dus het woord gesproken werd door Mozes. En dat het publiekelijk was. Iedereen mocht het horen. Iedereen mocht het weten. Als we in het licht komen. Ja, dan kunnen we soms denken van ja, bij die club. Hè, wat er al zegt, ja, daar wil ik niet bij horen. Want ja, dan komt alles in het licht. Het staat ook in Handelingen 2, dat de mensen, de wereld had ontzag voor de gemeente. Omdat er heiligheid van God was. En God voegde dagelijks toe. God werkte mee, dat de mensen tot bekering kwamen. Maar er was in de openbaar, werd daar getuigenis afgelegd. Het tweede, vers 6. Daarna liet Mozes Aaron en zijn zonen naar voren komen en waste hen met het water. Waarschijnlijk, dat kan ik niet hard maken, maar waarschijnlijk werd hier alleen nog Aaron gewassen. En pas in vers 13 zijn zonen. Maar goed, dat is te ingewikkeld om daar helemaal op in te gaan. Maar in elk geval, daarom liet Mozes Aaron en zijn zonen naar voren komen. Ze kwamen dus in het zicht wie dus priester werd mocht gezien worden. En waste hen met het water. Het wassen vinden we heel vaak terug, ook in de Bijbel. En in Handelingen 22 vers 16, ik heb een paar teksten daarvan opgezocht. Daar zegt Ananias tegen Paulus, en nu waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen. En uw zonde afwassen. Onder aanroeping van de naam van de Heere. Ook in het nieuwe verbond komen wij tegen om een priester te worden. Dat ik zijn naam beleid in het licht komt. Maar ook dat ik mijn oude leven begraaf in de doop. Ik kan het niet anders zien, ik vind het een heel mooi beeld. Dat ook in de afwassing toen van de priesters. En dan gaat het niet over dat ze de handen en de voeten alleen werden gewassen. Zoals we weten in de tabernakel bij de priesters. Moesten ze elke dag voordat ze de tabernakel binnengingen, moesten ze hun handen wassen en hun voeten wassen. Maar hier lezen we dat zij gewassen werden. En in Leviticus 16 vers 4, dat gebeurde één keer per jaar, dat de hoge priester, voordat hij zijn heilige kleding aan mocht trekken, zegt Leviticus 16 vers 4, dan staat er, dit is de heilige kleding, wat daarvoor over gesproken werd. Hij mag die pas aantrekken, die heilige kleding, nadat hij zijn lichaam, niet zijn handen en voeten, maar zijn lichaam met water gewassen heeft. En daarom denkt men ook dat ze hier compleet werden gewassen en zelfs werden gebaat. Ja, dat kan ik niet hard maken, maar in elk geval kunnen we wel hard maken in het nieuwe verbond. Dat de Bijbel ons leert dat we door onderdompeling ons oude leven begraven. En laten zien aan de mensen openbaar getuigenis. Aan de mensen om ons heen en aan de hemelse gewesten. Dat ik mijn oude kleed afleg. Om vervolgens een nieuw kleed aan te doen. Natuurlijk weet ik ook dat Efeze 5 spreekt over het waterbad van het woord. Het is ook het woord van God. Wat ons vernieuwt. Want hoe kunnen we tot geloof komen? Hoe weet ik dat ik gedoopt moet worden als ik het woord niet zou horen? Als er staat, bekeert u, laat u dopen. Jezus zegt ook in Johannes 15 vers 3. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Maar ook zij gingen onder. De Heer Jezus zelf is ondergegaan. En heeft
het ons voorgedaan. Vers 7. Na de wassing, staat er dan vers 7, ook deed hij hem het onderkleed aan, bond hem de gordel om en trok hem het bovenkleed aan. En dan gaat dan helemaal verder wat daar allemaal voor kleren werden aangedaan bij de hoge priester en ook natuurlijk bij de priesters. De kleding, vind ik ook heel prachtig, hoefde zij niet voor te betalen. Hoefde zij niet eerst voor hard te werken. Nee, de kleding lag klaar. De kleding lag klaar en er was nog maar één ding wat... Er was in de kleding was voorzien, maar ze moesten het wel aantrekken. Zij moesten de kleding aantrekken. En Mozes was degene die hen daarbij hielp. Als wij Christus moeten aandoen, zegt Paulus, is ook Jezus het die ons helpt. In dit geval kun je ook Mozes zien als degene, als een type van de Heer Jezus, die ook ons helpt dat nieuwe kleed aan te doen. Vernieuwd worden in ons denken is zeer van belang. Dus in de kleding was voorzien. Het werd ons gegeven. Nou, denk daarna Galaten 3, vers 27, dat wij door de doop, de wassing, bekleed worden met het kleed van Christus. Daar het oude leven hebben afgelegd en een nieuw kleed hebben ontvangen. 2 Korinthe 5, vers 17 zegt, voor een ieder die dit heeft gedaan, die gelooft in het volbrachte werk van Jezus, dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn. Maar het tweede is om daaruit te leven elke dag. Daar gaat het vaak mank, dat we worstelen. Omdat we in ons binnenste nog dingen voelen die soms niet overeenkomen met de waarheid van Gods woord. En daarom roept Paulus ook ons op in Efeze 4, vers 23, dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Dat zegt hij in Efeze 4, vers 23. En dan zegt hij in vers 24, zegt erachteraan van Efeze 4, en bekleed u met een nieuwe mens. En kleding is voorzien. De Zoon heeft daarin voorzien. En wij moeten ons bekleden. Die jas moeten wij aandoen. En bekleed met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Die oude jas van de zonde is uitgedaan. En die nieuwe jas is aangedaan. En blijkbaar is het zo eenvoudig dat ik alleen maar als ik de Heer Jezus mijn vertrouwen op hem stel, maar vereenzelvig met het offerlam en ik ben een nieuwe schepping in Christus, dat heeft alles te maken met vernieuwd worden in jouw denken om overeenkomstig die nieuwe schepping, dat is de waarheid, om daaruit te leven. Zo eenvoudig is het. En juist daar waar die eenvoud is, worden we ook zwaar aangevochten. Daar waar de bevrijding ligt, dat ik in Christus een nieuwe schepping ben, ligt ook de strijd. Vandaar dat Paulus steeds erop hamert, wordt vernieuwd in jouw denken, wie jij bent in de Zoon. Hij zegt tegen Timotheus, en dat heb ik ook over verwonderd in 2 Timotheus hoofdstuk 1. Ik dacht hoofdstuk 1 of 2. Nee, 2 Timotheus hoofdstuk 2 denk ik. Daar zegt hij in vers 8, daar zegt Paulus tegen Timotheus, terwijl hij wist dat hij zou gaan sterven. Zijn dood was aanstaande. En hij is waarschijnlijk de marteldood gestorven, Paulus. En dan zegt hij tegen Timotheus, zijn zoon, zijn geestelijke zoon, houd in gedachten dat Jezus uit de dood is opgestaan. Ik weet niet of u het vergeten bent vandaag toen u uit die bed kwam, maar Gods woord roept ons op. Houd in gedachten het andere omstandigheden die er ook gebeuren in de wereld of in jouw persoonlijk leven. Houd in gedachten. Jezus is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen en alle die onder de macht waren, de angst voor de dood, Hebreeën 2, heeft hij bevrijd. En nou wil hij dat wij in die vrijheid staan, leven. Dat vraagt van ons voortdurend vernieuwd worden in ons denken. En het nieuwe kleed aan te hebben. Dat je gerechtvaardigd bent. Dat je apart gezet bent. Dat hij je wil helpen om hem te dienen. Dat kun je niet uit eigen kracht. Jij hoeft niet te werken om dat kleed aan te doen. Het wordt ons aangereikt. En hij wil jou daarbij helpen zoals Mozes, Aaron zijn broer en zijn zonen hielp om die kleding aan te doen. Christus wil ons helpen. Jezus leeft ook vandaag. Hij in Hebreeën 7 vers 25 zegt dat hij voor ons pleit. Voor u en mij bij de Vader. Als ik met hem verbonden ben, dan is het de Heilige Geest van Jezus in ons. Die met hem samen pleiten voor de troon van God. Dat is een geweldig feit. Dat wij verbonden mogen zijn. Maar het is een geestelijke realiteit die nog niet
letterlijk zichtbaar is, dat komt straks nog. Daardoor is de prediking van Gods woord zo belangrijk, dat we beseffen wie we zijn in de Zoon. Hij houdt van u. Hij gaf zijn leven. En hij haat inderdaad de zonde. En hij haat het ook als we onze eigen wijsheid, als we onze eigen weg gaan. Maar dan is hij nog zo barmhartig en genadig, dat hij ons elke dag roept, kom tot mij. Als je vermoeid bent geraakt, of belast bent geraakt, en wie denkt zelf het moeten kunnen, dan roept hij vandaag jou op, kom bij mij. Buig je knieën. Vraag om levend water, ik zal het je geven. Niet morgen, vandaag, nu wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat is wat Gods woord ons leert. Zo werden zij bekleed. En dan de prachtige daarna. Even kijken welk vers, we gaan een paar versen overslaan. Vers 10. Dus we hebben twee dingen gehad. De wassing, de kleding. En dan gaat het hier over de zalfolie. Toen nam Mozes de zalfolie en zalfde de tabernakel. Met alles wat daarin was en heiligde ze. Zie je dat? Het hele huis werd gezalfd. Als wij nu het huis van God zijn, is het de bedoeling dat alle die in het lichaam van Christus komen, gezalfd worden met de Heilige Geest. Dat we heilig leven, in ons hele leven heilig zijn, met elkaar, als de gemeente van Jezus Christus. Want dit huis, het oude verbond, getuigde van de Gods aanwezigheid. Getuigde van Gods heiligheid. Hoeveel te meer in het nieuwe verbond dat Jezus door het geloof in ons midden is. Die jou in mijn hart, met jou in mijn hart wilt spreken. Die jou op het oog heeft. Die verlangt dat je zijn stem verstaat. Dat zullen we straks nog zien. Vers 11. Hij sprenkelde daarvan 7 keer op het altaar. En je kunt lezen in Exodus 40 vers 10. Daar staat dat het altaar het allerheiligst was. Hier wordt heel de tabernakel gezalfd, maar het altaar 7 keer. En het altaar is een beeld van het kruis. Dat wijst heen daar waar de offers werden gebracht op het brandofferaltaar. Dat wijst heen naar de Jezus al. Dat was het allerheiligst. Wie kan zich meten aan hem? En toch zegt hij, als we in hem zijn. Natuurlijk blijven wij met een kleine letter, omdat wij één plant met hem geworden zijn. Eén met hem, één in zijn heiligheid, daarin delen en daaruit mogen leven. En zalfde het altaar met alle bijbehorende voorwerpen. Het wasvat en het bijbehorende voetstuk, om dat alles te heiligen. En dan komt vers 12, dat vind ik echt een geweldig vers. Daar staat vervolgens, goot hij van de zalfolie op het hoofd van Aaron. Het waren geen druppeltjes toen ze ingewijd werden. Hij goot olie over zijn hoofd. En dan lezen we in Psalm 133 vers 2, dat die olie die droop vanaf zijn baard tot aan de zoon. Christus is de gezalfde. Dat betekent ook Christus, de gezalfde. En als wij in Christus één plant met hem geworden zijn, en je voelt je misschien maar een teen, helemaal onderin, zo klein in het koninkrijk, die zalfolie droop tot aan de onderste zoom. Als je in hem bent, krijg je deel van Gods geest. Gods geest die jou wil leiden in jouw persoonlijk leven. En dan mogen we vertrouwen. Dit is ons erfrecht. Vergeven te zijn door het bloed, maar ook vervuld te zijn met de Heilige Geest. En daarom zegt Paulus, word vervuld vandaag hier en nu met Gods geest. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Hij wil ons doordringen met de olie, met de Heilige Geest. Dus vervolgens, vers 12, goot hij van de zalfolie op het hoofd van Aaron. En hij zalfde hem om hem te heiligen. En wat betekent heiligen? Apart te zetten. Wij hebben de Heilige Geest nodig om, zoals Handelingen 1 vers 8 ons leert, waar Jezus zegt, tegen zijn discipelen, ze dan moesten wachten in die opperkamer. En dan zegt hij, wanneer de Heilige Geest over u komt, zult gij kracht ontvangen en mijn getuigen zijn. Wij hebben kracht nodig van de Heilige Geest om nee te zeggen tegen de wereldse begeerte. Maar het is ons ten deel gevallen in Christus die kracht. Daar mag ik uit leven. Dat hij alles in de Zoon heeft gegeven.
om het overwinningsleven te leven. Dit is niet prachtig zijn, maar dat is iets van Jezus die dat voor u en mij heeft volbracht. Om het ons mee te geven, mee te delen. En hier kunnen we heel duidelijk uiteenzien hoe deze ceremonie van Aaron en zijn zonen, hoe dat plaatsvond. Waar we uit mogen leren. Heren, ik ben in het licht gekomen. Ik heb mijn zonde beleden. Ik heb mijn oude leven begraven. En uw geest is in mij komen wonen. Maar u roept mij steeds op, elke dag, vul mij met uw geest. Om daaruit te leven. O, zo snel kunnen we strijd hebben in gedachten. En vergeten dat je niet de strijd hebt tegen vlees en bloed. Maar tegen de duivelse machten. Dat je vergeet dat je helemaal niet de strijd hebt met jezelf. Maar dat er een tegenstander is. Die probeert ons altijd weer te verblinden. Maar als je weet, je erfrecht bij de zoon en je vraagt het. Die de Satan die probeert te verbinden verslagen heeft. En we vragen zullen we ontvangen. Broeders, zusters. Het woord van God is rijk. Ook al in het oude verbond. Hoeveel te meer bij ons in het nieuwe verbond. Dat we mogen weten, kracht hebben ontvangen in hem. En de vraag is wel ook voor ons allemaal. Geloven we zoals de schrift het zegt. Stromen van levend water zullen uit ons binnenste vloeien. Het vraagt wel om geloven, het toe-eigenen ervan. Dank u wel, Heer. Dat u me, als ik bid om de Heilige Geest, dat u me ook geeft. En daarom vertrouw dat de Heilige Geest ons in alle waarheid zal leiden. Ook Johannes zegt het. In Johannes 2, vers 20. Wat zegt Johannes tegen de gelovige kinderen van God? De apostel der liefde. Hij was vol liefde, maar ook radicaal. Kun je heel die brief lezen. Hij was radicaal, hij wilde niks met de wereld te maken hebben. Maar wat zegt hij in 1 Johannes 2, vers 20? Maar u hebt de zalving. De olie, de zalving van de Heilige Geest, van de Heilige in u. Nee, maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles. Dat je door de Heilige Geest weet wat misleiding is en wat geen misleiding is. Want daar gaat het in dat stuk over. En in vers 27 zegt hij ook, deze zalving van de Heilige blijft in u. Dus je kunt voor een tijdje misschien iets kwijtraken voor je gevoel. Maar Johannes zegt, hij blijft in u. Die zalving blijft in u. Daar mogen we weer aanspraak op maken. Heer, leid mij door uw geest. Help mij in deze situatie, die situatie. Dat ik het uitroep naar hem en ik heb u nodig in al de dagen van mijn leven. Er is niets meer wat wij zelf kunnen. Maar hij wil ons helpen. En hij is er. En hij geeft mild en overvloedig. Maar het vraagt van ons, Heer, vul ons hart met uw geest. Help ons daarbij. Nou we deze drie dingen hebben gezien, wil ik een hele mooie tekst even opzoeken met jullie in de Korinthebrief. In 1 Korinthe 6. In 1 Korinthe 6 gaat het over rechtszaken tussen broeders. Nou, ik geloof niet dat wij daar hier in ons midden hebben, rechtszaken tussen broeders. Maar even in de context, dat gaan we niet helemaal lezen, maar wat staat er in vers 9? 1 Korinthe 6 vers 9. Of weet u niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet, zegt Paulus. En wat zegt hij dan? Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Ik heb hierbij gezet, dit was ons oude kleed. Ja, allemaal slechte dingen. Ons oude kleed. En dan zegt hij vers 11. Sommigen van u, dus niet allemaal hebben ze zulke vreselijke dingen gedaan. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen. Hier doelt Paulus op de doop, de onderdompeling. U bent schoongewassen, maar u bent geheiligd. Over nadenken, we hebben net gelezen dat zij met olie gezalfd werden om geheiligd te worden, om God te dienen. Van de wereld. Geen deel te hebben aan de zonde van de wereld. U bent schoongewassen, maar u bent geheiligd. En u bent gerechtvaardigd in de naam of door de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Hier vinden we eigenlijk alles terug. Het oude kleed, waar hij eerst over sprak in vers 10, dat hebben we uitgedaan.
Het nieuwe kleed door de doop ontvangen in Christus, daardoor ook een nieuwe schepping zijn geworden. Door het geloof ook in hem zijn wij gerechtvaardigd, zegt Paulus. Dat is het tweede, de schoongewassen, gerechtvaardigd. En alles in die ene naam, de naam van de Heer Jezus. En door de geest van onze God. Dus die geest van God, die helpt ons ook om afgescheiden te leven. Die helpt ons om het nieuwe leven te leven. Dat is ook een zegel, zegt Paulus in 2 Timotheüs 2 vers 19. Dit is het kenmerk van een kind van God. Dat zij breken met de ongerechtigheid. Dus als je zegt, ik ben een kind van God, maar ik leef door in zonde. Dan is het absoluut niet goed. En natuurlijk zeg ik daar niet mee dat je kunt struikelen, kunt worstelen. Maar het verlangen is om niet meer te zondigen. Dat is een kenmerk van een wedergeboren kind van God. Om het nieuwe leven te leven. En dan kunnen we nog struiken, kunnen we worstelen. We hebben elkaar gekregen. En de Heer Jezus is erbij. En hij is zo vol van genade. Als je worstelt, kom tot hem. Je gaat ontdekken. Geeft hij dan ook mij weer opnieuw genade? Barmhartigheid? Ja. Hij is vol van barmhartigheid en genade. En hij wil ons helpen om het nieuwe leven te leven. Dus dat schoonwassen, dat dopen, was ook door anderen gedaan. Laat u wassen. Dat deed die persoon zelf niet. Dat is ook in de doopzorg. Geeft zich over in de dood. En dan wordt het weer omhoog gehaald, gelukkig. Daarna, in de opstandingskracht van de Heer Jezus. Nou, ook in de tabernakel, wel is het dus als ze geïnstalleerd werden, ingewijd werden, de priesters, één keer helemaal gewassen. En wat ik al zei, daarna moesten ze elke dag hun voeten en hun handen wassen. Dit geldt ook voor u en mij. Eén keer helemaal van God en door de doop. Maar wat lezen we in 2 Korinthe 7? Daar staat ook dat wij ons moeten reinigen. 2 Korinthe 7 vers 1. 2 Korinthe 7 vers 1, daar staat: omdat wij dan deze belofte hebben, geliefde, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. Dus als wij teruggevallen zijn in zonde, dan kun je bidden tot je in ons weg, met eeuwig gesproken, dat God jou weer opnieuw zou aannemen, dat je weer helemaal het zou weten. Nee, dan zegt Paulus, jij moet je daarvan reinigen. Dan hoef ik niet weer heel dat hele ritueel onder te gaan. Nee, we zijn gerechtvaardigd door de Heer Jezus Christus. Maar als ik opnieuw gezondigd heb, dan kom ik opnieuw tot het kruis. En is daar het bloed van Jezus wat mij reinigt van alle zonden. Bekende tekst uit 1 Johannes 2, dat weten we allemaal. Als wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Dus altijd weer zie je die twee bij elkaar. We gaan even terug. Leviticus 8. Er werd dus een zondoffer nog gebracht, een brandoffer gebracht, en toen werd de derde ram voor het wijdingsoffer gebracht. En daar legden zij ook hun handen op. Het gaat altijd weer over Christus. Met wie wij ons mogen vereenzelvigen. Want het offer, ook deze ram, wijst weer heen naar de Heer Jezus, die zijn leven volkomen heeft overgegeven. Vers 23. Daar staat, men slachtte dus die ram van het wijdingsoffer. En wat staat er dan? Men slachtte hem en Mozes nam een deel van zijn bloed en streek het op de rechteroorlel, op de duim, rechterduim, en op zijn grote rechterteen. Drie plaatsen werd bloed gesmeerd. Het was geen wol, het was geen vet, maar het was het bloed wat aan de oor werd gesmeerd van het dier. En Leviticus 17, daar staat heel mooi in Leviticus 17, je hoeft dat niet op te zoeken, vers 11. Want het leven van het vlees is in het bloed. Dat wijst heen naar de Heer Jezus. Door het geloof in zijn bloed heb ik deel aan zijn leven. En wat is Gods verlangen nu? Dat wij geestelijk, dat het leven van Jezus ons oor binnenkomt. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God. Dat wij zijn stem verstaan. Op grond van het volbrachte werk van Christus. Want er is ook al gebeden vanmorgen in de gebeden. Dat onze handel en wandel zo mag zijn om een getuige te zijn voor de wereld om ons heen. Die Jezus niet kent. Dus dat we de stem mogen verstaan. Vader, u heeft in Christus voorzien. En u verlangt dat ik uw stem versta.
Dat is als het ware dat ik mij toewijd. Waar Paulus over spreekt in Romeinen 12, vers 1. Dat ik mijn lichaam aan hem toewijd, ook mijn oor. Om zijn stem te verstaan, de welbehagelijke, volmaakte wil van God te verstaan. En het ook te mogen uitleven in mijn leven. Ja, ik weet, in onszelf zijn we gebeden. Christus is er hoop voor een ieder hier, voor jong en oud. Om zijn stem, Gods stem, te mogen verstaan. En als dan dat bloed het leven met zich meebrengt. In het bloed is het leven. Geloof in zijn bloed. Geloof in het offer van de Heer Jezus. En je mag vertrouwen dat Gods geest jou de Zoon wil openbaren in jouw persoonlijk leven. En dat het effect heeft op die duim. Mijn handel, hoe ik handel met mijn lichaam. En effect heeft op mijn grote teen. Op mijn wandel, waar mijn voeten mij brengen. Het is het gehoor, mijn handel en wandel. Zo werden zij ingewijd, zowel de hoge priester als de gewone priesters. En dan hebben we gelezen, dat ga ik niet allemaal weer herhalen, dat kun je lezen, vers 25, vers 26. Wat staat daar? Daar staat dat al dat vet van de Jeram, al die koeken en gigantische massa, die werd door Mozes in de handen van de priesters neergelegd. Daar staat in vers 27, hij legde dat alles in de handen van Aaron en in de handen van zijn zonen. En bewoog dit als beweegoffer voor het aangezicht van de Heer. Dat hoorde ook bij het ritueel. Dus moet je voorstellen, daar staat daar Aaron met zijn zonen. Dat dier is geslacht en alle ingewanden, alles, heel dat dier eigenlijk. En die hele mand vol met broden en koeken en alles werd in hun handen gelegd. Ze zaten eigenlijk moeilijk te doen om het vast te houden, om het zo maar te zeggen. En daarom spreekt dit offer ook van het letterlijke Hebreeuwse woord Hamiluim, of hoe je dat ook uitspreekt. En dat betekent vuloffer. Zij werden geïnstalleerd. Zij werden van door Mozes, werden ze hun handen werden gevuld. Om het vervolgens op te heffen naar de Heer. En dat beweegoffer ging niet zo, maar het beweegoffer ging zo, van beneden naar boven. Dus alles wat zij ontvangen hadden, gaven zij terug als het ware, symbolisch aan de Heere God. Het is uit hem dat wij het nieuwe leven hebben ontvangen. Het is door het offer, door hem, zegt Paulus in Romeinen 11, als ik het goed zeg. Het is uit hem, het is door hem en het is weer tot hem. Om het aan hem vervolgens te geven. Maar wat ik hem aanbied, is niet iets van mijzelf. Dus ik mag stoppen met iets van mezelf te verwachten. Maar ik mag roepen, Heer, vul mij met uw geest. Dat ik uw gewillig offers mag brengen voor u. Wilt u mij helpen? Wilt u mij vullen? Wilt u mijn oren doen horen? Dat ik uw stem mag verstaan. Wat ik vandaag voor u mag doen. Voor een ander. Als we zo aan de troon van God zitten, is dat naar gebed naar Gods wil. En gaat hij ons leiden? Want het is zijn eigen wens, zijn eigen verlangen. Dat hij zichtbaar wordt in ons leven. Het was dus een vuloffer. Ze werden gevuld, hun handen werden gevuld, ze werden geïnstalleerd. En ik denk soms, daar moest ik even aan denken, een beweegoffer. Ik denk ook dat daar een idee bij zit van een kind opdragen. Het is van hem ontvangen en we geven het kindje terug aan de Heer. Als toegaat, Heer, het is van u. En help ons in de opvoeding, daar mogen we alles van verwachten. Dat hij ons ook daarbij wil helpen. Daarna liet Mozes, haalde alles uit hun handen nadat het beweegoffer was geweest, vers 28. En liet het in rook opgaan. En legde het alles op het altaar. En wat was dat? Een aangename geur voor de Heere God. Het was een wijdingsoffer. Het was aangenaam voor de Heere. God kreeg zijn deel, het beste deel. En daarna waren zij verplicht om er ook zelf iets van te eten. En daarom is het ook, zegt men, een onderdeel van het dankoffer. Omdat je ook bij het dankoffer ziet dat God een deel kreeg, maar ook de gewone Israëliet en de priester. Ze mochten daar samen van genieten, van hetzelfde offer. Nou, zo is het ook hier. En daarom wordt dit offer eigenlijk ook beschouwd als een soort ondersoort van de dankoffers. We zijn er bijna doorheen. Nog heel even. Vers 30. Vervolgens nam Mozes van de zalfolie en het bloed dat op het altaar was en sprenkelde het op Aaron, op zijn kleding, ook op zijn zonen en op de kleding van zijn zonen. Zo heiligde hij Aaron zijn kleding. En met hem zijn zonen en de kleding van zijn zonen. Hier zie je dat het bloed en de olie gemengd werd en gesprenkeld werd. Het bloed gaat nooit samen zonder de geest.
Daar waar het bloed gevloeid heeft, komt ook de geest. Als wij vergeving vragen aan de Heer, dat hij ons vergeeft onze zonden. Want niet op grond van jouw daden, maar het erfrecht is, met eerbied gesproken, dat Jezus heeft voor ons betaald. Het is al betaald. Ik hoef alleen maar mijn zonde aan hem aan te bieden. Ik geef mijn, mijn troep geef ik aan de Heer. En hij geeft mijn reiniging. Het bloed van Jezus. En heel veel gelovigen geloven dit wel. Dat Jezus hun vergeeft. Maar daarna, hoe ze blijmoedig vervuld mogen leven, is vaak moeilijker. Maar het was het bloed en de olie. Heer, u hebt mij vergeven. Maar wilt u me ook opnieuw vullen met uw geest? Want daar hebben we net zo recht op. Niet omdat wij iets hebben gedaan. Maar Christus heeft het voor u en mij voldaan. En daarom kan ik vandaag in blijdschap leven. Vader, verheerlijk uw kinderen. Dat is ook wat Jezus bad. En navolging van hem mogen wij ook zo leren te bidden. Vul ons hart met uw geest. Ja, ik verlang net als jullie naar meer van Gods geest. Dat veel meer zielen het woord van God mogen verstaan. En dat we met elkaar anderen mogen bereiken met het evangelie. Maar, wat is daar ook nog van belang? Dat is het laatste waar ik mee wil afsluiten. Mozes heeft gezegd in vers 31 tegen zijn broeren, tegen zijn zonen, dat ze dat vlees moesten koken bij de ingang van de tent van ontmoeting en ze moesten het daar eten. Ze moesten dat voedsel tot zich nemen. Vanmorgen zaten wij aan tafel en het is mij nog nooit gelukt om voor mijn vrouw of voor mijn kinderen te eten. Ik neem zelf mijn eten in en mijn vrouw en kinderen moeten zelf hun eten innemen. Toch? Dat is helder, heel simpel beeld. Geestelijk kan ik nooit voedsel tot me nemen voor die ander. Natuurlijk wil God jou gebruiken om het door te geven zodat die ander er ook van eet. Maar het is de bedoeling dat elke gelovige moet wel voor zichzelf eten. Moet zichzelf aan de Heer aanbieden. En zeggen, Heere, uw bloed reinigt mij. Heere, u wil mij vullen. Niet mijn broeder die vooraan staat. Niet mijn zuster die in jouw beleving iets meer is. Nee, we zijn gelijk in Christus, jong en oud. Vader, vul ons met uw Heilige Geest. En help ons om dat nieuwe leven te leven. En help ons ook voedsel tot ons te nemen. En ik zeg u eerlijk, dat is niet altijd makkelijk als we de Bijbel lezen om echt dat je ziel gevoed wordt. Maar soms moet ook een poosje aanhouden. Volharden. Weerstand bieden. Of hebben we dat vergeten? Weerstand bieden aan het rijk der duisternis. Nou, en dat laatste, dat duurt anders te lang om dat allemaal weer te gaan lezen, maar dat duurde 7 dagen, die ritueel. Andere beeld, volheid. Het getal van de 7 is het getal van de volheid. Voor altijd. Heer, wil dat wij voor altijd heilig, vervuld, leven voor hem. En ik zeg, Heer, maak ons naar het beeld van Jezus, al de dagen van mijn leven. En dat we met elkaar als gemeente mogen opwassen in de genade en in de kennis van Jezus. En dat er een liefde zal zijn, die kent de wereld niet. Een liefde van Jezus die in ons hart is uitgestort voor elkaar. Opdat de liefde van Jezus daardoor meer zichtbaar wordt. Als je verlangt naar liefde van Jezus, begint dat van liefde als broeders en zusters voor elkaar, zegt Paulus in Efeze 3. Liefde voor elkaar. En dan komt daar ook meer openbaring van de liefde van Jezus voor u en voor mij. Bid voor elkaar. Draag elkaar op aan de genadetroon. Opdat we hem in elk opzicht mogen verheerlijken. Amen. Laat ik me jullie danken. Liefdevolle trouwe Vader, ik wil u bedanken voor de rijkdom van uw woord. Heer, er staat zoveel in, maar ik wil u prijzen dat het uw bedoeling is dat ook wij leven als priesters van het nieuwe verbond. En Heer, ik wil erkennen en belijden, Heer Jezus, samen met mijn broeders en zusters, dat wij u elke dag nodig hebben. En ik wil u vragen, Heer, wilt u ons reinigen met uw dierbaar bloed? Zoals het zo prachtige lied ook zegt, Heer, uw bloed, dat reinigt mij. En Vader, wil ik ook bidden, tegelijkertijd als dat bloed en de olie samen opging, niet uit elkaar mocht gehaald worden, dat ook wij alle vervuld mogen worden met de Heilige Geest. En de dingen mogen doen als voor u. Ook gewoon in ons gezin, in de gemeente. Deze dag mogen leven tot glorie van uw Heilige Naam. En Heer, er is heel veel nood in deze wereld. En steeds weer wordt de mensheid opgeschrikt door natuurrampen, oorlogen en geruchten van oorlogen. Maar Heer, u wil ons gebruiken als priesters van het nieuwe verbond.
om met u gemeenschap te mogen hebben. Om u als eerste te mogen dienen. Om ook vervolgens, Heere, de mensen om ons heen te mogen voeden met het woord van God. Heer, ik wil u vragen, wilt u ons allemaal helpen? Heer, u kent de pijn, ook van sommige broeders en zusters in hun harten, waar zij mee worstelen. Of dat ze soms niet zien zitten, of niet zien hoe ze de kracht moeten aangrijpen. O Heer, dan wil ik u bidden dat u met uw Heilige Geest ook hen deze morgen de Zoon wil openbaren. Dat alles mij mogelijk is, zegt Paulus, door Christus die ons kracht geeft. Heer, dat wij het niet zelf hoeven te verdienen door mooi of goed te bidden of allerlei dingen te doen. Maar dat u dat kleed aanreikt om het aan te doen. En help ons, Heer, om het aan te doen. Help ons, Heer, om vernieuwd te worden in ons denken. Om te leven tot uw eer. En dat we doordrenkt mogen worden met de volheid van Gods geest. Vader, ik wil echt bidden voor jong en oud. Vul ons hart met uw Heilige Geest, Heer. En ik wil ook in ieder hier, jong en oud, zegenen. In de naam van de Vader. En de Zoon en de Heilige Geest. Dat elk hart vandaag doordrenkt mag worden met uw genade, met uw liefde, met uw trouw, met uw vrede, met uw hulp en uw bijstand, Vader. Dat bidden wij in Jezus' naam alleen, want zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Halleluja, Heer, ik wil uw grote naam prijzen. Amen.